Zaterdag 19 en zondag 20 maart 2016 spoorde het weer in de Hanzehal. Zo'n 8 prachtige modelbanen waren er te zien en aan de kinderen was ook gedacht met een grote speelhoek. Er was een verloting en er waren standhouders uit binnen- en buitenland. Zoals ook een van de bezoekers mij vertelde, nu ik met pensioen ben, ga ik weer met mijn modelspoor beginnen. Nou, dat kon je wel aan de grijze koppen zien die er waren. Ik sta bij Theo Damen, weer op de beurs, de treinenbeurs. Voor de overste keer ben je hier? Ik denk dat dit al de 10e keer is. 10e, 11e keer. Ik weet het zo even niet, want we zijn in 2012 begonnen. En dan in 2012 was het 1 keer, 2013 3 keer, 2014 2 keer, 2015 2 keer. We zitten nu in 2016, is dit de eerste keer. Dus ja, 10, 11 keer zal het denk ik wel zijn. Oké, dat is netjes. Het is weer lekker druk, zie ik wel. Het is zeer aangenaam en het is lekker druk, maar ook tevreden mensen. Blijde, maar ook zeer enthousiaste mensen. Dat mensen zeggen van, ja, het is weer zoals het is. En dat is heel belangrijk. Hè? Jullie gaan ook weer andere plaatsen toe in Nederland, beurzen houden of niet? Nee. Wij als modelspoorbeurs Zutphen, die houden het wel in Zutphen. Want ja, anders wordt de markt verzadigd en wij willen vanuit onze eigen capaciteit uitgaan. En dat vinden wij hier in de Hanzehal in Zutphen plaats. En dat doen wij 2 keer per jaar. Ja, dat is niet.